Hallo, ik ben Erik van den Berg. Ik ben 50 jaar. Ik werk al 25 jaar bij Omroep Gelderland als radiopresentator en samensteller van evenementradio, zoals bijvoorbeeld de Gelderse Top 100. Naar Omroep Gelderland luisteren de hele week genomen ongeveer 300.000 mensen. Dat is niet elk moment van de week en elk moment van de dag hetzelfde aantal natuurlijk. Het begint 's ochtends met heel veel en gedurende de dag zetten de mensen langzaam en zeker de radio uit. Als je als opkomend artiest of als beginnend artiest een mooi liedje hebt gemaakt, dan ben je natuurlijk al meteen rijp voor de radio. Als het liedje past bij een station, dan kan dat meteen worden uitgezonden. En je bent natuurlijk ook rijp voor de radio als je een goed verhaal te vertellen hebt. Dan hoeft dat nog niet eens samen met je muziek samen te vallen. Radio Gelderland heeft iedere week een podiumplaat. Dat is zeg maar onze alarmschijf. Daarin geven een Gelders talent de kans om zijn muziek te laten horen. En daarmee kiezen we uit al die releases die er elke week zijn, elke maand zijn. En dat zijn er natuurlijk heel veel. Omroep Gelderland is het beste te benaderen gewoon via de website, via de social media. We hebben een WhatsApp-nummer, daar kun je heel makkelijk contact mee hebben. Als artiest is het echt veel beter om rechtstreeks contact te leggen uiteindelijk met de muziekredactie of met de radiopresentatoren. Dan zit je natuurlijk veel dichter op het vuur en dan ben je ook direct bij de juiste afdeling. Als je, laten we zeggen, een voet tussen de deur hebt gekregen bij, in dit geval Radio Gelderland, maar dat geldt ook zeker voor kranten, het geldt ook voor andere omroepen. Heb je een hele belangrijke stap gezet, want dan heb je natuurlijk een naam en je hebt een contact en je hebt een ingang gecreëerd. Daar moet je denk ik heel zorgvuldig mee omgaan en heel veel energie in spenderen, nog meer dan in pluggers of in andere zaken. Als je contact hebt met journalisten, met programmamakers, met muzieksamenstellers, is dat het meest kostbare wat je denk ik hebt als muzikant. Een tip die ik nog zou willen geven is, mensen zijn regelmatig teleurgesteld in kranten of in radiostations omdat het liedje niet wordt gedraaid. Maar zowel kranten als radiostations hebben ook erg veel behoefte aan nieuws. Dus je kunt ook inzetten op het creëren van een mooi evenement of een bepaald dingetje doen waarmee je in het nieuws komt. Als je een prijs wint, zijn ze in je geïnteresseerd, maar ook als je bijvoorbeeld een ode brengt aan een overleden artiest. Dus dan even los van de liedjes die je maakt, zijn er veel andere wegen om de publiciteit te zoeken. Vaak is alleen een nieuw liedje voor een krant of radiostation helaas niet voldoende om er aandacht aan te besteden. Terwijl als je er een mooi verhaal bij hebt, of je doet er een leuke actie mee, of er is iets bijzonders mee, dan pikken ze dat wel op.